Hoi, ik ben Marijn van der Laar, slaapwetenschapper en ik werk aan de Universiteit Maastricht. En in deze video ga ik jullie uitleggen waarom slaap zo belangrijk is voor je brein. En daarnaast ga ik je aan het einde een gouden tip geven hoe je beter kunt leren slapen. Misschien lijkt het alsof er tijdens onze slaap niets gebeurt, alsof ons brein als het ware stilstaat, maar niets is minder waar. Ik ga jullie ook uitleggen waarom. Er zijn verschillende slaapfases. We hebben de lichte slaap, de diepe slaap en we hebben de droomslaap. En hebben die allemaal een eigen functie. En wat je ook ziet in het brein is dat er tijdens die verschillende typen slaap verschillende hersenactiviteit is. Zo is het zo dat tijdens de diepe slaap er hele trage hersengolven zijn. En die diepe slaap is ook heel erg belangrijk voor een soort opruimingsactie in ons brein. Ons brein wordt namelijk als het ware schoongespoeld tijdens deze fase. En er worden allerlei toxines, oftewel giftige stofjes, uit ons brein weggevoerd. Daarnaast hebben we de droomslaap. En de droomslaap is heel erg belangrijk voor het emotionele herstel en de emotionele verwerking. En als laatste hebben we de lichte slaap. En die lichte slaap die kan heel erg ervoor zorgen dat je creativiteit en je oplossingsgericht vermogen versterkt wordt. Nou, is het ook zo dat ons brein een hele belangrijke rol speelt in het regelen van hoe onze slaap verloopt. Zo hebben we bijvoorbeeld de biologische klok. En die biologische klok die wordt onder andere aangestuurd, of in ieder geval wordt beïnvloed door melatonine. Melatonine is een hormoon en dat wordt gemaakt in de pijnappelklier. En dat zorgt ervoor dat ons lichaam het idee krijgt, hey, we moeten gaan slapen. Ook zorgt de biologische klok ervoor dat je in de ochtend gemakkelijker wakker kan worden. En als tweede hebben we natuurlijk ook het opbouwen van slaperigheid. En je kent het misschien wel, hoe later het op de avond is, hoe slaperiger je wordt. We noemen dat ook wel slaapdruk. En slaapdruk heeft te maken met een stofje en dat noemen we adenosine. En hoe hoger de adenosine in ons brein, hoe hoger de slaapdruk. Op het moment dat je biologische klok goed loopt en je hebt voldoende slaapdruk, dan ga je lekker slapen. En zo zie je maar dat ons brein dus niet stilstaat tijdens de slaap, maar er gebeurt van alles. Slaap is heel erg belangrijk voor gezonde hersenen. En sommige mensen denken, nou slapen dat is helemaal niet zo belangrijk voor je gezondheid. Maar integendeel, slapen zorgt er juist voor dat we heel goed kunnen opladen. En op het moment dat je goed slaapt, dan zorgt dat ook voor een goede stemming. Dan zorgt dat er ook voor dat je minder concentratieproblemen hebt en dat je beter in je vel zit. Maar ook dat je overdag gewoon beter kunt functioneren. Nou, als je wat lichte slaapklachten hebt, dan kan dat ertoe leiden dat je wat concentratieproblemen gaat krijgen. Dat je minder goed in je vel gaat zitten en dat je toch wat meer tegen dingen aan gaat lopen gedurende de dag. Als je dat nou doortrekt en je zou heel erg lang last hebben van slapeloosheid, dus in- en doorslaapproblemen, dan zie je vaak dat er meer ernstigere problemen ontstaan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan depressie of angststoornis. Dan is er ook een ander type slaapstoornis wat heel veel in Nederland voorkomt. En dat is slaapapneu. Dat heeft te maken met ademstops in de nacht, waardoor je minder zuurstof krijgt. Wat ervoor zorgt dat je minder in je diepe slaap komt. Ja, en dan zien we vaak ook best wel veel lichamelijke problemen die op kunnen treden. En dat kan dan bijvoorbeeld ook weer een negatief effect hebben op je brein. In de vorm van bijvoorbeeld beroerte. Of bijvoorbeeld, wat we ook zien, is een verband met het ontstaan van dementie. Dus het is heel belangrijk om zo goed mogelijk naar je slaap te kijken en ook om je slaap zo goed mogelijk te houden. Ik ga jullie vertellen wat mijn gouden tip is om aan een betere slaap te komen. Er zijn heel veel mensen die hebben heel veel moeite met in- en doorslapen. En mensen die moeite hebben met in- en doorslapen hebben vaak de neiging om in uren te denken. Ze willen vaak meer uren slapen. In plaats daarvan is het vaak heel belangrijk om in kwaliteit te denken. Dat betekent dat je dus gaat proberen om minder in- en doorslaapproblemen te krijgen. En dat betekent dat je minder in uren gaat denken. Wat daarbij kan helpen, dat is korter op bed liggen. Korter op bed liggen zorgt ervoor dat je slaapdruk toeneemt, dus je slaperigheid toeneemt. En dat er allerlei processen in je brein plaatsvinden die jou helpen om beter in- en door te slapen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kun je vinden in de link op deze pagina. Je hebt nu geleerd waarom slaap zo belangrijk is en wat het verband is met een gezond brein. Op deze pagina kun je nog veel meer tips lezen over hoe jij beter kunt leren slapen. Succes!